zitten in een playing game, want ik zie het in mijn ooghoek. Maar ik zit eventjes op mijn computer, dus stop nou eventjes met joinen. Welke map? Oh, het is drone, mijn lievelingsmap. Yes! Dit is zo'n paase map, hè. Nee, het is echt gewoon een klote map. Oké. Kom erop, we gaan spelen met normale class. Normale class, MTAR. Adjustable stock, hoe ver zitten we? We staan achter, mensen, kom op! We staan achter, let's go! Concentratietijd, hier de looptrain. Let's go, zie voor! Oké, ik krijg alleen een hitmarker, jammer. Ik dacht, ik pak hem wel eventjes mooi, maar nee, joh, ik krijg weer een hitmarker. Alsjeblieft, dat is skill nummer 1. We gaan de kaart op afrennen. Toch maar niet, want ze staan aan het campen. Die vent die bij met het team zat, die zit te kijken van, huh, waar is die nou, hè? Huh? Die zat om zich heen te kijken. Je laat hem gewoon lopen, kill hem dan. Kill hem, goed zo. Goed zo, ik heb de hik. Alsjeblieft, jongen, we gaan even dit potje winnen. Ik heb geen zin om dit te gaan verliezen. We komen in de playing game in de kutste map van heel Black Ops 7, vind ik zelf. Dus dan gaan we ze pakken ook. Jij zit uit de camp, alsjeblieft. Snel weer omhoog klimmen. Klim, 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 klim. Die vent wordt afgesnijpt die naast me stond. Ik hoorde er hier eentje naast me praten. Sta je daar? Ja, hij staat daar. Ik krijg een hitmarker. Ah, een beetje een C4 teruggooien. Ik zag het wel. Ja, ik zag het wel, jongen. Maar ik heb flagjacket aan en jij had geen flagjacket aan. Dus ik had jou mooi te pakken. Ik heb er hier eentje. Ik hoor die deur open gaan naast me. Wacht maar. Die deur die ging hier open. Even wachten hoor. Ja, daar komt hij. Dat was niet de deur, maar dat was iemand anders. Er staat er hier nog een. Wacht even. Oh, nee, ze zitten allemaal in mijn zijkant. Wacht maar, we lopen gewoon door. YOLO, gewoon doorrennen. Laat ze lekker staan. Kom maar. Als die blaf blaft. En er staat er hier nog een naast me, als het goed is. Oh shit, wacht, er spant er ook nog een naast me. Al lekker is dit. Ze spannen allemaal lekker naast me. Waar sta je nou precies? Kut, in mijn rug. Au, 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 au. Even rustig, jongens. Hier, vang die maar op dan. Jong, jong, jong. Een beetje in mijn rug schieten. Oké, leidingstrijk, die gooien we even in het midden. Hup, en ook gewoon op die span. En die gaan we lekker weer doorrennen. We staan op het moment alweer voor. Dus dat betekent dat ik weer in het potje zit. En dat de andere mensen ook een keertje weer wat gaan doen. Als jij een UAV inroept, dan zie je altijd je team weer wat beter gaan. Dus roep altijd gewoon een UAV in voor je team. Gewoon een beetje support spelen. En dan kan jij je team dus naar de overwinning helpen. Ik zelf speel eigenlijk altijd met een UAV, want ik wil mijn team altijd eigenlijk supporten. En of ik heb de Orbital Visit aanstaan als ik echt serieus aan het spelen ben. Maar dat ben ik op het moment niet. Ik ben gewoon een beetje aan het kloten. En alsnog probeer ik wel gewoon het potje te winnen. En de enemies zijn geracequit. Nou jongens, dat hebben we even mooi gedaan, hè. Hebben we even mooi gedaan. We komen dat potje in, we stonden achter. En we laten de enemies in één keer racequit. Lekker dan, jongens. Zo moet het gaan. Zo moet het gaan in Call of Duty. Ik hoorde er een naast me praten. Dat was jij. Ik hoorde je wel praten. Een beetje naar je teammates lopen schreeuwen, hè? Ja. Ik hoorde het wel. Dat vind ik niet aardig. Nou ja, als er iemand reload of als er iemand van wapenswitch of zo, hoor je dat altijd. Hoor dat altijd die speler omroepen als het ware. Dus je weet dan precies of er een enemy naast je staat of niet. De voetstappen hoor je natuurlijk ook zo'n soort van kletsend of zo in deze map. Zo. Hoor je dat in deze map. Dus dat hoor je ook wel goed. Maar die omspraak, zeg maar, dat spraakgeval van de enemies, dat hoor je altijd heel erg goed. Dus dan weet je dus precies of er iemand staat of niet. En jij gaat dood door mijn crossfire. Drengerfire ding. Ik weet niet meer hoe dat ding heet. En hier lopen er nog een paar. Ik zie jullie namelijk lopen. Hallo. Wegrennen, een beetje wegrennen. Ik ga gewoon achter je aan hoor. Ik zal maar oppassen. Van er hier nog één. Waarschijnlijk spannen ze hier namelijk. Even kijken. Waar spannen jullie, jongens? Waar spannen jullie? Het hele team zit vol. 6 man zit erin. 6 man zijn er gejoined. Hier spant er één. Tik, 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 alsjeblieft. Ze leven ook meteen. Hè? Je ziet het. Het is echt gewoon een rotmap. Want die mensen komen erin. Het eerste wat ze doen is eigenlijk dat potje meteen leven. Dus ze hebben er ook geen zin in om deze map te gaan spelen. Ik zelf heb eigenlijk ook geen zin om deze map te spelen. Maar nu we toch gewoon een payback aan het maken zijn. En een comeback aan het maken zijn. Dan vind ik het nogal best. En we vliegen rek rond hierin. Er zitten nu nog maar 2 enemies bij. Waarom lief nou iedereen het potje? Oh, we gaan naar binnen vliegen. Wacht, even parcours doen. Parcours. Parcours, kom erop. Hier, parcours jongen. Hup, naar beneden. Hup, door de deur heen voordat hij ontploft. Yes. Boom. Boom, zeg boom dan. Boom, yes, boom. Oké, 72 staan we op het moment. Nog 8 kills moeten we maken. Nog 6 kills moeten we maken. Lekker team. Dan hebben we het potje alweer gewonnen. Dan hebben we een dikke comeback gemaakt. We spelen tegen 3 man. Nou, 3 man is genoeg om nog 6 man te kunnen gaan killen om het potje te winnen. En, uh-oh. Jammer, maat. Een SL driver kan beter op afstand schieten dan een ander wapentje dat jij aan hebt staan. Ik weet niet wat je aan had. En dat maakt verder ook niet uit, want ik had je. Zolang ik je heb, vind ik alles goed. Ze lopen hier alle 2 binnen. Even kijken als dit gaat werken. Oh, dan ga ik lachen. Nee, oké, het gaat niet werken. Ze lopen allemaal door die 2 deuren heen. Ik hoor die deuren open en dicht gaan, open en dicht gaan, open en dicht gaan. De hele tijd non-stop door. Dus liever bij die deuren. En, uh-oh. Maat, ik zei het net ook al. Een submachine gun kan niet op afstand schieten. Probeer die nog een keer. En het hele enemy team is weg. Bye bye, jongens. Nee, we hebben even weer eventjes een comeback gemaakt. Als je in het potje komt, probeer dan altijd gewoon die comeback te maken. Je ziet het hier. We hebben de enemies meteen laten racequitten. Naarmate ik gewoon een betere score haalde. En naarmate mijn team ook beter ging spelen. Dus in één keer, huppatee, was het hele enemy team weg. Joinen weer een paar nieuwe mensen. Die liefden ook weer meteen. Maar er zit weer een live compleetje op de longens. Mochten jullie hem leuk hebben gevonden, geef hem alsjeblieft een duimpje omhoog. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.